Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je Thaise soep maakt met kokkeltjes. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Kokkeltjes, korianderblad, curry, witte wijn, paksoi, look, citroengras, limoenblad, verse gember, groentebouillon, kokos en limoen. We beginnen met de look. De look plant, zodanig dat het vel er makkelijk afvalt. Dan gaan we mooi fijn gaan. Dus we nemen een mooie mosselpot. Dus we gaan nu eerst onze gehakte look mooi gaan aanstoven. Met een klein beetje maïsolie. Dan nemen we de mini paksoi. Snijden we mooi midden door. Kruiden met peper en zout. We gaan de look nu mooi goudbruin aanbakken. Hou de paksoi mooi zo. Citroengras. Snijden de citroengras midden door. Twee stukjes erin, de verse gember. Mooi pellen. De gember mooi fijn snijden, mooie plakjes. Paar blaadjes limoenblad. Wordt veel gebruikt in de Thaise keuken, de Oosterse keuken. Een specifieke smaak. Dan gaan we de witte wijn eraan toevoegen. De kokkeltjes die mogen er ook op. De kokkeltjes die zijn al voorgewassen. Die zijn eigenlijk zandvrij. Kokosmelk. Currypoeder. Een tekseltje erop zetten en we gaan dat ongeveer een tweetal minuutjes vlug laten opkoken zodanig dat de kokkeltjes mooi open gaan gaan en dat is eigenlijk ook wel heel sappig gebleven en mikwi. Voilà, de kokkeltjes die zijn mooi open. We gaan nog een klein beetje limoenrasp, een klein beetje bijfristen met limoensap. Verse koriander. Klein beetje afwarren met verse Thaise kokkelsoep. Thailand in je bord. First class. Smakelijk. Tot de volgende keer.